Ik ben Lotte Terwel en ik ben stadsdeelbestuurder in Centrum. En ik hou me onder andere bezig met kunst en cultuur en zorg en welzijn. Je hebt vandaag het festival geopend. Wat was uw insteek hierbij? Nou, ik hou heel erg van film. En Amsterdam is natuurlijk ook echt een stad die bekend is vanwege het AI, het ITVA. Maar ook heel vaak als decor van films. Maar we zijn ook een zorgzame stad waar we naar elkaar omzien. En dit is ook een festival wat heel erg gaat over die ontmoeting en over onverwachte ontmoetingen. Voor iedereen die van Amsterdam houdt en van Amsterdammers en van film, is de OBA vandaag toch echt wel de place to be. Wat is dan de betekenis van dit filmfestival voor u? Het is veel meer nog dan alleen de producten, dus de films die vandaag getoond worden. Want het gaat ook heel erg om het maken en het proces daar naartoe. Mensen kunnen ook allerlei workshops volgen om zich te bekwamen in het maken van films. Ja, en het zijn echt films over de Amsterdamse buurten. Een van de winnaressen van vorig jaar bijvoorbeeld, die had een film gemaakt over de verkoper van de Z-krant op het Marie Heinekenplein. Die was overleden. En die bleek eigenlijk na zijn dood een heel belangrijke rol in het leven van heel veel mensen te hebben gespeeld. Die daar elke dag hun boodschappen deden. En dat heeft zij heel mooi vastgelegd. Nou, ik denk dat dat het bijzondere is. Dat je je eigenlijk kan laten verrassingen door ontmoetingen en door mensen in je eigen buurt. En de thema's, die gaan heel vaak over onderwerpen die mij ook raken. Gentrificatie, armoede, maar ook dus over... Ja, de mensen waar je mee samenleeft in de buurt. En wat voor toekomst ziet u voor het Amsterdams Buurtfilmfestival? Nou, volgens mij worden ze ieder jaar een beetje groter. En ieder jaar zit er nog weer wat meer aan vast. Aan vooral ook in de voorbereidingen, in het leren maken van die films. Dus ik hoop heel erg dat ze daarmee doorgaan. En volgend jaar is Amsterdam 750. Dus misschien dat we dan wel een speciale, extra grote 750 editie kunnen mogelijk maken. Dus dat zou uw tip zijn voor de volgende keer? Zeker, ja.